Edwin, wat maken wij er toch een bende van als ik die afvalberg bij jou zie? Ja, dat is verschrikkelijk, Herman. Dat is echt verschrikkelijk. En dat is echt niet nodig, denk ik. Ik zou zeggen, word zero waste. Wat, hoe ben je daarop gekomen? Want jij was natuurlijk, je hebt hele andere dingen in je leven gedaan. Ja, dat klopt. Ik ben erop gekomen door om twee redenen. De eerste is, ik wil een beetje wat meer gaan geven dan alleen maar nemen. Want ik realiseerde me dat in de economie waarin wij leven, we ontzettend veel nemen. En het tweede is, ik vind het heel belangrijk dat je aanspreekbaar bent op datgene wat je doet en wat je verkondigt. En ik had nog geen warmtepomp in huis. Ik had geen energiedak. Ik moest daarin behoorlijk investeren. Ik denk, dat ga ik nog even niet voor elkaar krijgen. Maar hoe kan ik nou duurzaam zijn? En zo ben ik gekomen, Herman, op Zero Waste. Gewoon dingen niet meer weggooien. Dat is meteen morgen. Hoe organiseer je dat? Ja, een heel lang verhaal kort. Gewoon je vuilnisbak eruit gooien. En eerst even goed analyseren, wat is nou eigenlijk mijn vuil? Wij hebben letterlijk de kliko omgekeerd op de tuintafel. En gekeken, wat zit erin? En wat we ontdekten was, dat is ons gewoontegedrag. Nou, als je iets wil, kan je dat veranderen. En daar zijn we mee in de gang gegaan. Hoe doe je dat met koffiefilters? Hoe doe je dat met theezakjes? Nou, heel veel van dat soort dingen zijn GFT-afval. Dus ik heb zo'n mooie compostbak gekocht. En het is fantastisch wat daar allemaal in terecht kan komen. En gewoon weer teruggegeven wordt aan de natuur. Maar er blijft natuurlijk wel het welbekende plastic over. En later ga je ook ontdekken dat er nog veel meer is, zoals e-waste. Hè. We kopen allemaal mobieltjes, iPads, laptopje hier, laptopje daar. En als die dan kapot is, is het veel goedkoper om een nieuwe te kopen. Wat doe je nu met die oude apparatuur? Ja, ik ben er niet meer zo van het weggooien. Dus als er bij mij iets kapot gaat, dan ga ik heel goed nadenken van moet het nou echt vervangen worden. Want ik heb overal pc's en overal laptopjes staan. Het hoeft niet meer vernieuwd te worden. Waar koop je vlees, groente en brood bijvoorbeeld? Want dat is allemaal afval wat er omheen zit natuurlijk met verpakking. Ja, klopt. Niet meer bij de supermarkt. En het eerste wat wij dachten, het gaat ons heel veel tijd kosten. Het wordt dus een heel lang traject met een heleboel weerslagen. Maar het geeft je energie. En het kost helemaal niet veel tijd. Weet je hoe leuk het is om naar de slager te gaan, je bakjes op de balie te zeggen, ik wil vlees en de rest mag je houden. En brood en groenten? Hetzelfde verhaal. Gewoon naar de bakker. Groenten, gewoon lekker op de markt. Je wordt weer mens. Worden nog chips gegeten bij jou thuis door je kinderen? Dat is een hele goeie. Ja, afijn drie kinderen, kinderfeestje. En dan zie je ook weer dat je natuurlijk van die welbekende instinkers hebt. Dan liggen er weer drie chipsjakken. En die waren nou weer net niet recyclebaar. Dus dat is weer grijs. Maar dan meteen de beoefening, hè, want je struikelt de toekomst in. Als we weer een feestje hebben, even nadenken hoe we het gaan organiseren. En B, kijk naar alternatieven. Dus we zijn op zoek gegaan, wat is er nog meer te snoepen? Kunnen we zelf chips maken? Allemaal leuke ontdekkingen gedaan. En weet je, mijn kinderen worden er ook hartstikke blij van. Het geeft veel energie, moet ik je zeggen.